Oké, jongens, maar zijn jullie klaar voor het tofste deel van dit eiland? Namelijk... Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Animal Crossing weekjournaal video. De serie waarin ik jullie iedere week meeneem op mijn eiland, genaamd Island U. Om jullie te laten zien wat er allemaal op mijn eiland is gebeurd. En geloof me, deze week is er echt heel erg veel gebeurd. Je kan het al een klein beetje zien als ik de camera nu draai. Want ik ben eindelijk zover dat ik paden kan aanleggen en hellingen en watervallen kan maken. En nu wordt mijn eiland echt episch. Je kan rechts onderin al zien op de map dat mijn eiland behoorlijk anders is geworden. Ja, en ik hou jullie niet langer in spanning, jongens. Kijk, dit is mijn ontvangst. Als jullie aankomen op mijn eiland heb ik een heel mooi paadje gemaakt met hekjes en een bordje. Het bordje wijst die kant op dat mijn huis aan die kant is. Oh, wacht, een spiegelbeeld. Aan die kant is. En dan volg je het paadje en dan kom je gelijk hieruit. Hoppakee. En ik heb allemaal leuke nieuwe lantaarntjes en zo. Van die bloesem die je nu kan vinden. Dan kan je bouwen met deze bloesemblaadjes. Hoppakee. Ja, er zweven er een heleboel nu. Hebben jullie Tasje al gezien? Hebben jullie al kennis gemaakt met deze bewoner of niet? Volgens mij is zij nog nieuw. Volgens mij hebben jullie haar nog niet gezien. En ze vindt dat ik er schitterend uitzie. Nou, dankjewel. Hey, is dit verloren voorwerpje misschien voor jou, Tasje? Ben jij dit toevallig kwijtgeraakt? Oh, nee. Oké. Oh, dit kan van Amelia zijn. Nou, helemaal top. Amelia die loopt hier achter. Dus dan kunnen we gelijk even het gevonden voorwerpje aan Amelia geven. Er is ook een nieuwe bewoonster. Deze is ook nieuw op mijn eiland. Amelia, ben jij misschien iets verloren? Kijk, dit is de tas van Amelia. Alsjeblieft. Oh, ik krijg gelijk een mooi nieuw kledingstukje. Maar sorry Amelia, ik ben wel tevreden met mijn outfit. Het is een beetje de streamer outfit met een pixelbril. Ja, I love it. Anyway, ik neem jullie even mee over mijn eiland. Als je hier naar links gaat, zullen we eerst naar rechts gaan. Weet je wat? Laten we eerst naar rechts gaan. Ik heb allemaal spotjes hier in de grond gegooid. Dat is vooral 's avonds echt super mooi. Allemaal bloemetjes erbij gezet. Natuurlijk weer symmetrisch. Hey, bedankt dat je me bloemetjes water geeft. Super dope. Thanks man. En dan kom je hier uit bij Nook's Hoek. En ook hier heb ik allemaal toffe dingen weten te plaatsen. Hier liggen de recipes die ik dubbel heb. Dus als iemand naar mijn eiland kan, dan mag je één zo'n receptje meenemen. Gewoon gratis en voor niks. Oh shit, ik moet nog fossielen graven jongens. Hoppakee. Nou, dan heb ik Nook's Hoek dus een beetje leuk aangekleed met een paadje en met boompies. Maar het tofste zit achter Nook's Hoek. Ik werd er namelijk gek van dat ik elke keer op zoek moest naar materialen en dat ik steeds dingen niet kon bouwen. Dus ik heb gewoon mijn eigen werkplaatsje gebouwd, jongens. Kijk, met een mooie werkbank hier. En hier ligt het hout. En hier ligt nog wat hout. En steenkool. En klei noemen we dat in Nederland. En steentjes en takkies. En alles wat je nodig hebt ligt eigenlijk hier. Dan hoef je het alleen maar even op te pakken en achter de werkbank te gaan staan. En hoppakee, dan kan je gewoon lekker wat maken. Super handig. Ik heb het een beetje in het midden van mijn eiland gebouwd, zodat ik er vanuit iedere hoek van mijn eiland makkelijk bij kan. En als ik iets nodig heb, dan kan ik heel snel naar Nook's Hoek om het te kopen. En hoppakee, weer door naar de werkplaats om iets te maken. Dit is echt super handig, jongens. Ik ben benieuwd of jullie ook zo'n werkplaats gaan maken. Laat het even achter in de comments als je dat ook van plan bent. Alright, oké. Dan gaan we naar links over het paadje. Dan gaan we achter Nook's Hoek langs. Hoppakee. Dan heb ik hier nog een verbindingspaadje. Zo, naar het volgende deel van mijn eiland. Maar hier heb ik eigenlijk nog niks gedaan, jongens. Dit is het deel van mijn eiland waar ik nog geen plannen voor heb. Hier moet ik nog iets leuks gaan maken. Misschien komt dat wel in het volgende weekjournaal. Oh ja, nog steeds die eieren, jongens. Ik ben wel een beetje klaar met die eieren, hoor. Alright, dan door naar de linkerkant van mijn eiland. Dus als we achter Nook's Hoek van de werkplaats vandaan komen, dan gaan we hier naartoe. Gaan we het paadje over. En dan heb ik hier deze paal staan. En het is niet zomaar een paal. Dit is een bamboe speaker. Ja, en dat is best wel een tof ding, want ik kan hier gewoon allemaal liedjes van KK Slider ingooien. En dan kan ik die af laten spelen. Ik heb nu KK Metal, maar bijvoorbeeld ook KK Island. Lekker rustig. En op het moment dat je dan hier een beetje rondloopt, dan verandert dus de muziek. Luister maar. Nou, loop je door, dan verandert de muziek weer naar het eilandmuziek. Dus ja, dat is wel geinig. Hier wonen de zusjes Abel. Die hebben jullie in de vorige aflevering al gezien. Wil je zien wie dit zijn? Ga dan vooral even kijken. En vergeet trouwens ook niet te liken en te abonneren. Dat zou ik super leuk vinden. Hier, tuinkabouters. Ieder Animal Crossing eiland heeft tuinkabouters nodig, jongens. Tuinkabouters! Nou, dan heb ik vervolgens twee manieren waarop je het strand op kan. Dat kan door deze kant, tussen de palmboompies. Of je gaat naar de onderkant en je komt hier uit. En hier is ook gelijk de kampeerplaats voor nieuwe bewoners. Dus die wonen lekker relaxed op het strand. Oh, gisteravond had ik trouwens weer vallende sterren. Dus er liggen weer sterrenfragmentjes op het strand. Nice! Nou, op het strand moet natuurlijk ook gewoon een strandfeest zijn. Dus hier kan de DJ lekker zijn ding doen. Zetten we eventjes een leuk plaatje op. Super KK.
Als we gastartiesten hebben, kunnen ze ook lekker gitaar spelen. Pak ik even de flessenpost op. En dan kan je gewoon lekker hier gaan chillen, een beetje luisteren. Of lekker ergens gaan staan en lekker gaan dansen. Dus we kunnen hier dikke strandfeesten houden, jongens. Maar natuurlijk houdt de lifeguard het wel allemaal in de gaten vanaf deze plek. Nou, ben je lekker aan het bakken hier zo op het strand, maar krijg je honger of dorst, dan kan je lekker hier naartoe. Dan kan je lekker wat uit de automaatjes halen. Hier lekker wat te drinken en hier lekker een zakje chips. En als je trek hebt in een ijsje, kan je hier ook lekker een ijsje schaven op deze machine. Super nice. Oh ja, en we kunnen natuurlijk ook voor de kleine kindertjes. Die kunnen hier even lekker spelen, terwijl de ouders gewoon eventjes wat uit de automaten trekken. Oh ja, en hier zit iemand. Dit is zo iemand als de toiletjuffrouw, weet je wel. Als je in het winkelcentrum loopt en je moet naar het toilet. Deze persoon die hier zit, die moet je tevreden houden, want deze houdt je in de gaten of jij wel goed afrekent als je ijs wil kopen of een flesje drinken wil kopen. Niet aan die automaten schudden, jongens. Dat is niet geoorloofd. Je krijgt een pak slaag gewoon van deze toiletjuffrouw. Dus ja, ik ben lekker bezig om het strandje ook een beetje vorm te geven. Moet wel een beetje gezellig zijn hier op het strand natuurlijk. Oh ja, en als je even wil sporten, dan kan dat ook. Dan kan je aan dit rek gaan hangen of gewoon lekker een potje rugby spelen. Hier kan je lekker over de oceaan uitkijken. Hier kan je hopen dat je een fossiel opgraaft. Weer een ei. Oké, dan komen we nu bij een stuk die nog niet helemaal af is. Dit is de verbinding naar mijn huis toe. En ook vanuit deze kant kan je naar mijn huis toe. En bij mijn huis groeit het geld aan de bomen. Lekker hoor, 30.000 klingeltjes erbij. Hoppakee. Dan loop je naar mijn huisie. Er is altijd een cider party gaande in mijn huis. Hier kan je weer lekker muziek luisteren. En je kan ook even cadeautjes uit de lucht knallen. Hoppa. Oeh, een hangmat. Super nice. Die hangmat moet eigenlijk ook gewoon naar het strand toe, natuurlijk. Hier zo, vlakbij het water. Nice, die staat hier goed. Helemaal top. Maar ik wilde jullie eventjes mijn tuin laten zien. Hier weer zo'n mooie bamboe speaker. Hier kunnen de kinderen lekker spelen in de zandbak. En hier staat een lekkere pizza oven voor als we een pizza willen eten in de tuin. Ik moet even wat tafeltjes en zo neerzetten, denk ik. Oh ja, hier ligt trouwens een knol. Dat moet je ook even doen, want na zondag gaan de knollen rotten en dan komen de mieren op af. En die kan je weer vangen voor in het museum. Je weet het, jongen. Hier krijg je gewoon die pro-tips. Gewoon tussendoor, bap, pro-tipje. Oké, maar leuk. Ik heb dus ook nog een achtertuin en via de achtertuin kan je naar mijn leuke privé-strandje. Alleen moeten we oppassen. Je moet niet zomaar mijn tuin inlopen, jongens. Want kijk. Hier waakt mijn waakhond. Rawr. Ik heb niet voor niks dit bordje hier staan, jongens. Het is gevaarlijk als je zomaar mijn tuin inloopt. Je moet niet zomaar mijn achtertuin inlopen. Dit is mijn strand. Hier staan nog wel leuke themadingetjes die je nu kan bouwen met het thema wat er nu is. Oké, als je dan mijn huisje uitloopt, dan kom je weer hier terecht. En dan kan je naar het plein toe. En dan kan je via het plein hier recht omhoog. Ik moet hier nog even wat leuks voor verzinnen. Dit moet nog leuker aangekleed worden allemaal. Hier ben ik nog niet helemaal klaar. Waarschijnlijk komen er nog hekjes en bloemetjes en weet ik veel wat allemaal. Maar dan loop je zo rechtdoor, hoppa, naar Bamboe Island. Bamboe Island hebben jullie vorige week ook kunnen zien, maar ik heb wat andere dingetjes toegevoegd nu aan Bamboe Island. Namelijk deze leuke pandabeertjes. Vorige week had ik alleen mama beer nog, de zwarte beer. Nu heb ik ook baby panda, dat is de groene. En deze supergrote papa panda. Die vind ik echt heel nice. Dus ja, het is hier nog gezelliger geworden op Bamboe Island, jongens. Oh ja, ik heb natuurlijk een mooi plekje om te wonen. Maar mijn favoriete bewoner, Sprocket, die heeft ook een heel mooi plekje gekregen. Kijk, hij heeft gewoon zijn leuke privé, ja, soort van eilandje. Hé, hey Sprocket, alles chill. Hoe gaat het met je? Wow, spierballen spektakel. Ik vind Sprocket echt fantastisch. Misschien heb ik nog wel iets voor Sprocket. Even kijken. Oh ja, tuurlijk, Sprocket, hier. Je mag mijn eieren hebben, man. Alsjeblieft, lekker goed voor je calorietjes inderdaad. Oké, jongens. Maar zijn jullie klaar voor het tofste deel van dit eiland? Namelijk het museum. Ik heb het museum echt heel tof gemaakt. Oh, maar voordat we daar naartoe gaan, inderdaad, ik heb hier ook allemaal paadjes nu aangelegd. En er is een bewoonsterweg. Puddles is weg. Ik vond Puddles wel leuk, maar Puddles had heel veel ambitie. Ze wilde heel graag naar heel veel verschillende plekken, want ze wil popster worden. Ja, en weet je, ik gun haar dat gewoon. Ik gun haar de kans op succes. Dus ze mocht weg van mij. Maar als we deze gloednieuwe brug oversteken, hebben we, als het goed is, ook een nieuwe bewoner. En die woont hier. En ik weet nog helemaal niet wie dit is. Hij woonde er gewoon opeens. Hallo, wie woont hier? Wat is dit? Wat is dit voor boze wenkbrauwgast? Cyrano? Yo, jouw wenkbrauwvriend. Cyrano zegt, nou, ik kom zelf net aan. Ze zeiden dat ik gek was om op mijn leeftijd nog opnieuw te willen beginnen. En dat klopt. Oh, dit is een oude boy. Eerst die vrachtlading dozen maar eens weghalen. Mijn rug wil er alleen niks mee te maken hebben. Luister eens, dit gaat wel even duren. Dus kan je op een ander momentje langskomen? Yo, deze guy ziet er niet echt
heel erg vrolijk uit of zo. Ik hoop dat je wat bij te dragen hebt aan de community, Serrano. Want mijn eerste indruk, die is niet echt oké. Okay. En eerste indrukken, die tellen altijd, hè? Dude, wat kijk jij zagrijnig uit je bakkes, jongen. Nou, dan vond ik Puddles wel een stukje leuker dan deze Serrano, denk ik, man. Ik heb er wel een minder leuke bewoner voor teruggekregen. Anyway, ik heb hier weer een huisje vrij. Dus er kan nog een nieuwe bewoner komen. En ik hoop dat dat wel een beetje een leuke bewoner wordt. En dan is het nu wel echt tijd voor het museum. Er moet nog een paadje naartoe gebouwd worden. Dit huisje gaat waarschijnlijk nog verplaatst worden. Maar het museum ligt hierachter. En ik heb dus inderdaad al zo'n steiger gebouwd. En hier komt nog een steiger. Of een helling, of hoe je het noemen wilt. Want het moet natuurlijk wel allemaal symmetrisch zijn. Hè? En kijk even naar de entrance. De ingang van mijn museum, jongens. Check dit! Dit is toch dik. Ik ben hier zo trots op. Ik vind het zo vet. Toen ik hoorde dat er een museum zat in Animal Crossing, had ik dit gelijk in mijn hoofd. Het museum moet bovenop een berg met watervallen ernaast. En het moest een hele toffe ingang hebben met allerlei leuke dinosaurus dingen. Mooie spotjes, mooi verlicht. Dus daar heb ik ook allemaal aan gedacht. Ja jongens, dit is de ingang van mijn museum. En dan komt er dus aan deze kant ook nog zo'n trap naar boven. Ja, ik ben hier echt heel trots op en heel erg blij mee. En vooral 's nachts is dit heel erg vet. Ik gooi er wel even een screenshotje in. Kijk even hoe mooi verlicht het is 's avonds met die spotjes in de grond. Ik vind dit zo dope. En op die heuvels komen ook nog andere dingen dan bloemetjes. Want bloemetjes zijn een beetje te lief voor deze look en feel. Ik zal ook nog even naar binnen lopen in het museum. Dan kan ik gelijk even mijn nieuwe fossielen laten analyseren door bladders. Analyseer mijn 4 fossielen eens even voor mijn vriend. Oké, gelukkig. Ik heb nu wel nieuwe. Gisteren had ik helemaal geen nieuwe. Dat was echt balen. Oké, eentje. De ander is een romp, nog een romp en een staart. Nou, alsjeblieft, bladders. Kijk, dit is hoe het museum er nu voor staat. Het begint al aardig wat dinosaurusjes compleet te raken hier, hoor. Ja, dit begint wel tof te worden. Hier, bijvoorbeeld deze, die is al helemaal compleet. Nee, niet deze. Deze, de plesiosaurus. Een waterdier was dat. En ook deze Argelon is al compleet. De Stegosaurus gaat ook wel lekker hier zo. En deze ziet er ook wel aardig compleet uit. Dus we gaan best wel lekker hier in het museum. Ik heb niet zo heel veel vissen gevangen deze week. Maar ik heb wel een hele hoop mooie nieuwe vlinders. En die vlindertuin wordt ook echt cool. Kijk dit. Kijk hoeveel vrolijke vlindertjes hier nu fladderen. Ik vind het echt heel leuk. Een mooi kleurenspectakel met al die mooie beestjes. Allemaal verschillende vlinders. En natuurlijk nog steeds die kooikarper die daar zwemt in de fontein. En oh ja, ik zag dat er net ook een nieuwe gast was hier zo op mijn eilandje. Die wilde waarschijnlijk schoentjes aan mij verkopen. Komt u maar, oude schoenenverkoper. Hey. Yo man, alles chill? Kiks heet deze gast. Ik hoop dat deze ook op mijn eiland kon wonen. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik ga gewoon lekker veel geld uitgeven. Oh. Hij zegt ik kom 1 keer per week langs op eilandje om mijn waarde te slijten. Ik denk dus niet dat hij hier komt wonen. Ik vind dit wel een mooie reisrugzak trouwens. Die vind ik wel leuk. Ja hoor, die wil ik wel kopen van je. Die vind ik vet. Alsjeblieft, take my money. Verder vind ik deze simpele rugzak ook wel nice. Dus even kijken of hij nog wat meer mooie dingen heeft. Nou, die schoenen vind ik allemaal niet zo heel tof eigenlijk. Deze schoenen wil ik ook wel van je kopen. Voor 350. Weet je, dat is helemaal niks. Ja, dat is inderdaad een mooi prijsje, Kix. Vind ik helemaal hartstikke prima, joh. Dankjewel, Kix. Bedankt voor het zaken doen. Zie je later. Leuk dat je er was. Hebben jullie trouwens ook al kennis gemaakt met Shep? Hebben jullie Shep in mijn vorige video ook al gezien of nog niet? Shep is een hele grappige eilandbewoner, jongens. Ik ben wel een klein beetje fan van Shep. Ik zet even mijn camera uit, want dan kunnen jullie al mijn eilandbewoners zien. Jullie zien hier Shep, Tasha, Renee, Sprocket, Amelia, Serrano, Rattle en Savannah. En tot nu toe vind ik Shep, Sprocket, Rattle en Savannah eigenlijk het leukste. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Tasha vind ik ook wel een leuke bewoonster. Ja, en ik denk dat dit zo'n beetje de tour over Island Chew was voor deze week. Ik ben heel erg benieuwd, jongens, wat jullie de allerleukste plek vonden aan mijn eiland. Is dat het strand? Is dat het museum? Is dat mijn huis? Is dat de werkplaats? Laat het even weten wat je de allerleukste plek vindt op dit eiland. Ik ben er in ieder geval best wel tevreden over hoe het er tot nu toe uitziet. Er is nog genoeg ruimte om lekker wat extra dingetjes te bouwen zoals hier, want hier heb ik nog helemaal niks gedaan. Maar ja, de binnenkomst en het begin van het eiland is er en ik ben er echt heel erg blij mee. Om eerlijk te zijn had ik nooit verwacht dat ik zo creatief kon zijn met Animal Crossing. Ik ben helemaal niet zo goed in dit soort bouwspelletjes. Maar misschien komt het omdat ik Animal Crossing gewoon oprecht een hele leuke game vind. Jongens, doe even dat blauwe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/Rickatoo. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!